Wij gaan met het programma gaan weer verder met het volgende onderdeel. En Peter Kooijmans zal het aankondigen. Ja, dat zal zijn het maandjournaal. We zien beelden onder meer van het concours van Harmonie Kunst Adelt. Voor zien we eveneens beelden van de 06 party van de stichting Openbaar Carnaval in Helvoort. En ook de tentoonstellingen van de Vogelvereniging, de Leienfluiters en van de Vogelvriend. Veel plezier met het Helvoorts maandjournaal. In dit maandjournaal beginnen we met beelden van het solisten- en ensembleconcours en het regio slagwerkfestival van Harmonie en Slagwerkgroep Kunst Adelt. Dwarsfluit en zij zullen gaan spelen Boeré van Bach. Fragment van slagwerkgroep Kunst Adelt onder leiding van Jozef Pennings. Op als solist met cornet. Verzorgd door Sanne van der Ven uit Helvoort. Zij speelt op horen Allegro van Wilhelm Friedemann Bach. Thank you.
hoogste aantal punten en mocht daardoor de M van de A wisselbeker in ontvangst nemen. Zoals elk jaar werd het carnavalseizoen geopend met het 11-11-bal. Dit jaar met het thema 06-party. Om 11 over half 11 werd de nieuwe Prins Carnaval en zijn motto voor dit jaar bekendgemaakt. We zijn blij dat jullie met zo'n grote opkomst hier vanavond naar ons toegekomen bent. Het motto van dit jaar was 06-party. Ik wil al degenen die zich hebben verkleed bij deze namens de Stichting Openbaar Carnaval heel hartelijk danken. Prins, Carnaval 1994, komt u tevoorschijn? Was er natuurlijk tijd voor het feliciteren van de prins.
We sluiten dit maandjournaal af met beelden van twee vogeltentoonstellingen die afgelopen weekend in Helvoort gehouden zijn. In de Keizer was vereniging De Leienfluiters actief en in het Gastenbos vereniging De Vogelvriend. Goed, we praten met de heer Van Lochten. Hij is penningmeester van de Leienfluiters van de Vogelvereniging. Meneer Van Lochten, de tentoonstelling voor de 10e keer georganiseerd dit weekend. Dat is een hele klus, denk ik, of niet? Dat is heel werk, ja, om dat allemaal rond te krijgen. Het is, je zit maanden van tevoren, ben je al bezig met het organiseren van die tentoonstelling. En hebben jullie een grote vereniging? Wij hebben, ik dacht op dit moment 18 leden. We hebben 18 leden, ja. Voor de 10e maal dit georganiseerd. Een andere vraag is dan natuurlijk, wat voor soort vogels zijn die allemaal? Nou, wij hebben dus kanaries zoals u hier ziet, gele kanaries, groene kanaries. Ja, we hebben tropen, we hebben grote parkieten. We hebben verschillende grote parkietenkwekers. En het is fantastisch eigenlijk. Waar komen die vogels vandaan? Die vogels, we hebben de kanaries, ja, de grote parkieten zijn allemaal Zuid-Afrikaanse en Amerikaanse. Ja, ze komen eigenlijk overal vandaan. Ron, waar komen die meestal vandaan? Ron, je bent Ron Hazenberg, je bent ringcommissaris van deze vereniging. Waar komen ze vandaan, de vogels? De meeste grote parkieten komen uit Zuid-Australië en Zuid-Amerika. De rest van de vogels, de kanaries, de meeste kanaries oorspronkelijk komen natuurlijk uit Afrika en Noord-Afrika. Maar doordat er zoveel mee doorgekweekt is, zijn eigenlijk de meeste kanaries gewoon uit Europa afkomstig en wel uit Nederland. Want echt vogels uit het wild, een kanarie uit het wild, die vind je bijna nergens meer. Dat is, 10 jaar tentoonstelling van de Leienfluiters. Gaan nog jaren door, neem ik aan? Ik hoop van wel, ja. Ik hoop dat we de komende 10 jaar hier nog lekker door kunnen gaan. Heerlijk. Ja, fijn. Veel mensen komen kijken. Bedankt voor jullie gesprek even. Dankjewel. Goed, de oudste vogelvereniging in Helvoort, dat is de Vogelvriend. En we praten met de voorzitter van die vereniging, dat is de heer Vriends. Meneer Vriends, hoeveel vogels zijn hier ongeveer opgesteld totaal? Er zijn dus 200 inschrijvingen geweest en we hebben maar 2 absenten. Dus er zitten 198 vogels. 198 vogels, bijna 200 vogels dus. Welke soorten ze wel? Kunt u dat in het algemeen aangeven? Er zitten dus diverse soorten kanaries, diverse soorten tropen en diverse soorten grondnavels. Ja. De keuring van de vogels, dat is vorige week gebeurd. Hoe gaat de keuring nou in zijn werk? Nou, s'morgens dan komen die keurmeesters binnen en die kijken dus een blinde lijst. Dat is een lijst staan alleen maar nummers op. En dat strookt dus met het nummer op de kooi. Aan de hand van dat nummer schrijven zij een keurbriefje uit en beoordelen de vogel. Ja. Nou, die vogels die worden dus netjes op tafels gezet. Keurmeester roept af welke vogels dat hij wil hebben. Of zij, want je hebt dus ook vrouwen die keurmeester zijn. En dan door de voordragers worden die vogels op tafel gezet. Zijn ze gekeurd, dan roept die keurmeester dat die vogels weg kunnen. Hij vraagt anderen. Hij noemt dus wederom de nummers die hij wil hebben. En dan de keurbriefjes die komen dus bij de TT-secretaris. En die controleert de briefjes, schrijft ze verder in op een andere lijst. En aan de hand daarvan wordt dus de catalogus samengesteld. Dan zou het leuk zijn als ook de Leienfluiters daarbij zit, hè, volgend jaar. Is die kans dan aanwezig of niet? Nou, we hopen het. We hopen of dat het lukt, maar dat moeten we nog afwachten. Oké, dan wachten we dan gewoon af dat er misschien toch 1 vereniging weer kan worden na 11 jaar. Dank voor dit gesprek en veel succes. Graag gedaan.
Dit was dan weer het novemberjournaal. De Hos wenst u alvast fijne feestdagen. Tot de volgende maand.